Ja, maar we moeten zeg maar nummers spelen, jongens. Nou, wat we wel weten, 17 januari 2019, om 10 uur tot dan. 10 over 10. Dat is onze zoals nummer. Nu lijkt wel. En uiteindelijk werken we toe naar het dieptepunt. Ja, we hebben dus een klein probleem. Of hoe zei je dat? Uitdaging. Uitdaging. Wietse zegt uitdaging. Het is geen probleem, een uitdaging. Een kans, hoor ik hier. Ja, geen probleem. Allereerst, welkom bij een nieuwe vlog. We hebben dus maar een uur te vullen. En de vorige set was 20 minuten. Ja. Dus ik denk dat we ongeveer een half uurtje echt kunnen vullen. Ja. Dus het is tijd dat we weer in het verleden gaan graven en wat oude nummers oprakelen. Ja. Dus in het kader van kent u deze nog? Nog. Ja, dat is. Dat is echt kwaliteit, hè? Oké, wat is het volgende? Hij werkt niet, nee. Weet we nog, we weten we niet meer. Ik weet even dat de arm in stond. Dus hier waar we het strand toch weer? Oh, ja, God. Dat werkte vorige keer ook. Give you peace, yeah. Maar hij ging in één keer door. Nee. Jeetje, wat een gek nummer. Wie heeft het ooit geschreven? Deze, ja. Het valt me wel mee hoe die schreef. Sorry dat ik het zeg, maar dit is, als het aan mij ligt, komt deze er niet in. Nee, dat maakt het niet. Maar dat is mijn... Waarom doen we dat niet? Koffietijd. Koffie! Koffietijd. Koffietijd. Wat zaten ze te zoomen dan? Oh. Koffietijd! Repetitie nummer 2. Terwijl zij allemaal. Ja. Kijk, dit bedoel ik. Terwijl zij er overal tussendoor zitten te praten. Ik had het idee dat we niet helemaal duidelijk hadden uitgelegd vorige week. Dus ik doe het nu nog even opnieuw. We zijn gevraagd door Toetersonic om te komen spelen. En dat gaan we natuurlijk doen. En ze hebben ons gevraagd een uur te spelen. En daar schrokken we even van, want dat hadden wij niet. Dus we zijn flink aan de slag gegaan om oude nummers weer. Te kijken of we die weer konden spelen en of we die weer wilden spelen. En of we het überhaupt nog wisten hoe het moest. Inmiddels hebben we geleerd dat het niet een uur hoeft te zijn, maar ongeveer 40 minuten, drie kwartier. Dus dat scheelt alweer. We denken dat we dat ongeveer hebben. En dit is de tweede repetitie. Waar we dus even de hele set doorgaan. Alle nummers die we vorige week even weer aangepast hebben. Of aangepast, ja, weer opnieuw geleerd hebben. Even kijken of we ze nog weten. En kijken hoe lang de set eigenlijk duurt. En hopelijk gaat dat goed. Een goed plan. Goeie gedachte, Johan. Want kom je pas. Ja. Als kun je. Niet nooit meer een scherp beeld vandaag. Waar wil je sectie 1 hebben dan? Nee, er komt gewoon eentje tussen hier. Nee, en die. Nee, je sectie gaat hier. Nee. Nee. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, precies. Oh ja, hier want de sectie is nog geen jam. Nee, de jam zit in Crossfire, maar wij moeten dat dus heel steady blijven spelen als tweeën. En hierachter komt niks meer, toch? Ja, plus jam. Voor zover, maar dat moeten we dus even kijken of dat nodig is, maar dat zien we straks. We doen het nu weer anders? Ja. We hebben een setlist samengesteld.
En dan hadden we net in een van onze vorige besprekingen besproken dat we één keer een set gaan bepalen en dat we die de rest van het jaar gaan spelen. En inmiddels is de set alweer 3 keer veranderd, zoals je zag. Maar ja, we gaan hem opschrijven, voor onze neus leggen en 1 keer doorspelen. Ja, 1 keer 40 meter voor je. En als het dan niet goed gaat? Jammer dan. Jammer dan. Ladies and gentlemen, welcome to Horny Sonic, this is Everlow! Nou jongens, als je denkt 20 minuten op het podium wil zweten, 40 minuten is nog erger. Dubbel zweet. Zelfs als je repeteert. Juist als je repeteert. Juist als je repeteert. Als je repeteert zoals wij doen. Ja, als je repeteert zoals wij dat doen. Gewoon lekker springen en zo. Gaat het nog, Yannick? Je zag dat het laatste beetje dood uit. Yannick is ook een beetje kapot. Het komt wel goed, toch? Ja, het komt wel goed, dank je. Ja. Hey, wij gaan even een slokje water doen. Opruimen en hopen dat alles goed komt. Tot zover deze vlog. Hopelijk tot aankomende vrijdag. Donderdag. Donderdag. Goeie. Mm-hmm. Toeter Sonic, om 10 uur staan wij daar. En daar van tevoren is om 8 uur is nog een singer-songwriter. En nog een band. Een act. Bij de Toeter in Groningen. Dus lekker bier, whisky en Belgisch bier. En abalone. En abalone. Wat wil je nog meer? Super vet dat je weer keek. Leuk dat je weer keek. Als je ons nou een beetje wil supporten, dan moet je even liken. Sure. Subscriben. Wat is die volgende? Delen. Like, delen, delen en spelen. You're so lonely. You have nobody. Als we elkaar spelen. Nee, nee, ik speel hetzelfde. Nee, maar jij was al daar en hij was nog niet daar. Oh. Maar jij doet 2 keer hetzelfde akkoord en hij doet 1 keer. En dan kom je op een gegeven moment weer uit. Ha ha ha!